Seertje, dat is echt grappig. Ze wil even haar veen pakken. Bespreken en dingen bedenken en hoe. Helemaal! Helemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ja, vandaag hebben we weer een Q&A voor jullie. Ja, en we hebben op Instagram vandaag een foto gezet. Of jullie vragen willen stellen. En we hebben dus een heleboel vragen weer binnengekregen. En die gaan we nu voor jullie weer beantwoorden. Aangezien er de laatste tijd wel weer wat dingen zijn gebeurd waar mensen vragen over hebben. Ja. We beginnen meteen met de eerste vraag. En die is van Pony_meiden_. Hoe is het nu met Macho en kunnen jullie merken dat Mickey Macho mist? Macho, die de botspins moeten er zelf gewoon vanzelf uitgaan. Daar kan zeg maar geen operatie aan, dus het moet gewoon met de natuur meegaan. En dan moeten we gewoon wachten tot het eruit is. Ja, en Macho staat nu 3 weken lang nog bij de kliniek, zodat ze hem wel in de gaten kunnen houden. En ja, ik merk wel een beetje dat Mickey wel alleen is. Want we hebben verder ook geen andere Shetlanders op dit moment. Ja. Dus ja. Maar het is nu even dat we even gaan kijken wat beter voor Macho is. En ja, dat is wel belangrijk. Als het goed is, kunnen ze daarna straks weer lekker met elkaar erbij. De volgende fase van Purdy, / on, / Insta. Wie zijn er van familie van elkaar? Sanne, Carlijn, Merit, Lara en Lena. Eigenlijk is het heel makkelijk. Eigenlijk is niemand bijna familie van elkaar. Nee, iedereen is gewoon, ja, gewoon, we zijn wel de paars en baas familie. Maar verder zijn jij en Carlijn echt zussen. Ja, alleen ik en Carlijn. En ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja, dat was het eigenlijk qua familie. Ja, de volgende vraag is van Pony_meiden_. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie bij paars en baas? We hebben op dit moment 17 vrijwilligers met ons erbij. Ja. Ze wil even haar veen pakken. En de vraag die nu komt is eigenlijk ook al best wel vaak gevraagd. Ook elke keer in de Q&A. En die is van Demelza_X. En dat is: hoe ben je begonnen met YouTube? Nou, ik was als eerste begonnen met je YouTube kanaal. Ik had eerst nog een persoonlijk YouTube kanaal, niet van paarden. En dat heette Fabulous Merit. En dat was in de tweede. En Demelza, degene die vraag ik had gesteld, is ook een van mijn beste vriendinnen. Die zei ook: ga je ook een YouTube kanaal maken? Dus dat had ik gedaan. En toen uiteindelijk heb ik het uitgebreid tot een paarden YouTube account. En ja. Ja, en Merit en ik gingen dan wel eens samen bijvoorbeeld een paardentaart maken. En dan nam Merit haar iPad mee naar stal. En dan gingen we die editen en hadden we allemaal dingen. En we deden wel af en toe al samen voor haar kanaal video's opnemen met haar iPad. Ja, ik zweer het je. Dat is echt grappig. Ja, en ik zat eigenlijk al heel lang over na te denken. Om Merit te vragen van ja, zullen we misschien gewoon samen een YouTube kanaal beginnen? Want dat lijkt me wel heel leuk. Maar ja, ik weet niet. Straks dan wou Merit het niet. En dan leek het me heel awkward of zo. En ik dacht, wow, dat is echt raar. Toen stonden we een keer, toen gingen we volgens mij buitenrit. En we stonden bij elkaar in de samenkamer. En Merit vroeg aan mij: weet je, Lara, ze wil gewoon samen een YouTube kanaal beginnen. Ik zeg, precies dat wou ik aan jou vragen. Maar ik wist gewoon niet hoe ik dat zeg maar moest vragen. En toen gingen we dus samen op buitenrit met Peppa en Mondito. En toen gingen we daar helemaal over bespreken en dingen bedenken. En hoe we dat gingen aanpakken en zo. Ja. De volgende vraag is van Sarah Nijhoff 1. En dat is: wat is je droom voor paard en baas? Ja, we zeiden altijd in vorige video's van een eigen stal lijkt ons wel heel gaaf en zo. Voor een paard en baas. Een paard en baas stal. Maar dat hebben we nu eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus eigenlijk, ja, weet ik veel. Gewoon hopen dat we nog zo lang mogelijk kunnen doorgaan. En veel paardjes kunnen redden. En ja, of beter maken. Dat is eigenlijk. Ja, en een nieuw huis voor zoeken. Ja. Ja. Niet alweer, hou op. Oké. De man. Niet doen. Waarom nog wel weer? De volgende vraag. Nu mag jij weer. Oké. De volgende vraag. De volgende vraag is van Anouk_Tromp. Weten jullie al wat jullie in de toekomst... Ik doorbreek alleen... Ik zei geen zie! Weten jullie al wat jullie in de toekomst willen gaan doen of bereiken? Ja, nou in ieder geval mijn hopelijke toekomst is
zeg maar naast het paardenleven en zo, is om lerares te worden. Ik wil heel graag in het basisschoolonderwijs en ik hoop dat dat gaat lukken. Ja, ik zit dus nu in het tweede en ik weet eigenlijk niet wat ik wil doen. Ik had vroeger altijd wel ideeën wat ik wou doen. Ik wou of rechercheur worden, of ik wou luchtverkeersleider op Schiphol worden, of ik wou architect worden, of ik wou kapster worden. Ik weet het allemaal niet wat ik allemaal wil worden. Dus ja, ik heb nog even de tijd. Ja, inderdaad. De volgende vraag is van Rowena, laagstreepje Basja. En dat is, wat is het leukste paard of pony die je op dit moment in de opvang hebben? Nou ja, ik denk bovenaan wel Indy. Denk je, wat denk jij? Ik vind Calypso heel mooi, heel leuk. Ja, ik vind Calypso ook wel leuk. Maar ik vind Flame vind ik ook een heel leuk paardje. Maar ik vind Calypso het leukste. Ik kan niet zo goed kiezen. Ik vind Raven ook een leuk paardje. Dus ik weet niet goed. De volgende vraag is van Jelina laagstreepje groen. Wat is het leukste wat jullie met de paarden hebben gedaan? Nou, ik dacht ik ben naar het strand geweest met Jara en Jules. Ja, en ik denk, ik heb ook wel eens een strandrit gemaakt. Niet met onze eigen paarden. Dat vond ik wel heel leuk. Maar ik denk gewoon, ik vond altijd naar het Buurse Meertje bijvoorbeeld, vind ik altijd wel leuk. En ja, crossen met Kira vond ik ook heel leuk om te doen. De volgende vraag is van xmandy, w-x. Wat voor antwoord geven jullie als iemand zegt, paardrijden is geen sport? Ja, mijn moeder zegt nou, probeer het zelf maar. Ja, ik weet niet. x.x.marije heeft gevraagd, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Een oud collega die zeg maar werkte als vrijwilliger, die had Lara een keer uitgenodigd voor een fotoshoot. En toen gingen ik en die oud vrijwilliger, die gingen dus op buitenrit en toen kwam Lara foto's maken. Ja, en Sanne en Carlijn waren daar ook bij. Ja. Ja, verder was het nog, Merit maakte wel eens bij een meisje bij mij in de les, maakte ze wel eens foto's en ja. Daar ging ik wel eens mee om. En eerst dacht ik echt van... Eeuw. En hoe ben jij eigenlijk verder nog bij Paardje Baas gekomen? Ja, ik weet niet. Ik zag Carlijn en Lian kwamen af en toe wel eens bij mij kijken of zo. En heel veel mensen zeiden al tegen mij, ja nou, ze kijken wel heel veel bij je. Volgens mij moeten ze wat van je of zo. En ik dacht, nou ja, weet je, het zal wel. Dus ik keek wel eens bij mijn les. En toen, toen waren ik en Carlijn op een verjaardag toevallig. Oh ja. En Merit was daar ook, maar ja. Nou, ik kende daar eigenlijk niemand. Ja, behalve degene die jarig was. En dan, ja, ik kende Carlijn en Merit wel, want ik zag hun wel eens lopen op stal. Maar verder, ja, niet echt. Dus ik begon maar een beetje met ze te praten. En Merit zat aan de andere kant van de kamer en ik zat naast Carlijn op de bank. En toen zegt ze van, ja, we hebben eigenlijk een nieuwe vrijwilliger nodig voor de wat kleinere ponies en zo. En zou je dat leuk vinden? Ik zeg, ja, dat lijkt me superleuk. En ik kon dan meteen de volgende dag komen bij Vanna om te kijken of ik daar ook kon, zeg maar. En toen kwam het een beetje, toen ging ik eigenlijk elke dag daarheen. Ja, en toen werden Lara en ik eigenlijk goed bevriend. Ja. Het kan zijn dat we een aantal vragen van jullie niet hebben beantwoord die ertussen stonden, want wij hebben heel veel van die vragen, zoals hoe oud zijn jullie en... Wat is je lievelingsras en hoe lang rijden jullie? Hoe vaak zijn jullie gevallen? Dat hebben we ook eigenlijk altijd al in de vorige Q&A's beantwoord. Die je in het i'tje kan vinden. En dan moet je die video's maar even gaan kijken. Gezondheid! En verder staat ook altijd bij ons in de beschrijving hoe oud wij zijn. Zeg maar de belangrijkste informatie. En wat voor camera we gebruiken enzovoort. Ja, gewoon veel gestelde vragen. En hopelijk vonden jullie deze nieuwe Q&A weer leuk. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren. En hier beneden nog even op het belletje te klikken om op de hoogte te blijven van ons YouTube kanaal. En wij willen graag weer Waarom Daaroms en Paardenproblemen gaan opnemen. Maar daar hebben we wel weer inzendingen voor nodig. Dus stuur zeker even via de mail die hier in de beschrijving staat. Een Waarom Daarom in of jouw paardenprobleem. Zodat we die kunnen gaan behandelen in de video. Doei!